Bangkok, met zijn vele sloppenwijken, telt alleen al plusminus 12 miljoen inwoners. Ruim 1400 tempels, groot en klein, die een bezoek meer dan waard zijn. 95% van de bevolking is dan ook boeddhist. Het straatbeeld in Thailand. Monniken zijn er in alle leeftijden. Volgens het boeddhisme is een Thai pas een goede Thai als hij minimaal een half jaar als monnik heeft geleefd. En dat doet dan ook bijna elke Thai. Van temperaturen van circa 25 graden. Dit is van het Koninklijk Paleis. We zitten nu in een longtailboot en we gaan een tocht maken over de plongs van Bangkok. Daar zal ook de drijvende markt, zullen we daar aantreffen. Dus daar doen ze de aquas in, daar wassen ze zich in, daar zwemmen ze in, daar zit vis in. Voor alle aquas, daar spullen ze die wokken uit. Dus ga daar nergens op de koffie, want dan zit je 14 dagen op de pot. Yeah.
ประตูแล้วผ่าให้ผีได้ป่ะเนี่ยสับว้าวไว้ Slim. Deze boom die in elkaar groeit beneden, als een vreemde rotsvorm, als een wat niet normaal is, wat vreemd is. Denk je de kans van schilder geesten. En om die geesten te spannen, hangen ze daar. Hier zitten die houten pijlers allemaal onder. Straks trail dit de zakken.